Ja, welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Vandaag zijn we te gast op Sportpark de Roef, waar vanmiddag de wedstrijd wordt gespeeld tussen Sleewijk en Vuren. Het is ook een belangrijke wedstrijd weer, want Sleewijk wil winnen om bovenaan te blijven en Vuren wil winnen om aansluiting met bovenaan te krijgen. Dus we hopen vanmiddag op een leuke wedstrijd. Maar zoals u van ons gewend bent, gaan we eerst praten met de belangrijkste man van de wedstrijd, vind ik tenminste. En dat is de pupil van de week. Hij stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben Jim, ik ben 11 jaar en ik sta op mid-mid bij voetbal. Mid-mid bij voetbal, bij jong onder de? 13. Jong onder de 13, prachtig. Wat vindt Jim zo leuk aan voetballen? Dat je met het team moet zijn en dan kan je samen overspelen om naar de goal te komen en te scoren. Kijk eens aan. En gaat het goed in de competitie? Nou, nu niet echt heel goed, maar we moeten ook nog even inkomen. Kijk, en heb je wel een keer gescoord of nog niet? Nee, dat nog niet. Ah, dat komt vanzelf hoor. Ik scoorde vroeger ook erg weinig, maar ik stond op doel. Dus dan gaat het moeilijk, hè? Dus trainen. Wat vind je van trainen? Ik vind het wel leuk. Wel leuk. Wat vind je het leukste onderdeel van trainen? Partijen. Ja, ook. Al dat geloop, dat vind ik ook niks. Jij ook niet zeker? Ja, soms. Als het leuk is. Hoeveel trainers heb je? 3 nu. 3? Nou, dat is nog wel professioneel, zeg. Ja. Ja? En school gaan. Hoe vind jij school gaan? Ja... Prima, niet heel leuk, maar... Nee, dat zeg ik ook altijd tegen anderen. Er gaat zo veel vrije tijd in zitten, er blijft er weinig tijd over om te spelen, of niet? Ja. Heb je nog meer hobby's dan voetballen? Nou, niet echt. Nee, gamen of buitenspelen? Ja, gamen, buitenspelen, ja. Ja, dat hebben de meesten van jouw leeftijd, hè? Ja. Ja, je bent nog jong en je zit nog op school natuurlijk. Maar wat wil je later worden? Profvoetballer. Ja, dat dacht ik al, hè. Dat is het mooiste wat er is, of niet? Ja. Ja. Hey, en... Ja, je zit nu bij jongen onder de 13 en dan ga je de zaterdag wel eens kijken. Ja. Ja? Ja. Soms. Soms, ja. En heb je nog favoriete spelers bij het eerste elftal? Ja, Jeffrey en hoe heet hij nou? Twan. Ja, kijk, Jeffrey Molk, die scoort veel, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Dat jij die genomen. En in de competitie, zeg maar, een Ajax, Feyenoord of PSV en een buitenlandse ploeg? Ja, kijk ik ook wel. Welke? Ajax. Ah, en welke favoriet? En in het buitenland? Liverpool soms, maar we kijken niet echt veel buitenland. Nee, Liverpool, ja, net uitgeslagen. Dus ja, dat is ook niet leuk, hè? Nee. Nee en heb je ook nog favoriete spelers? Bij het buitenland, in het buitenland, of maar ook een Nederlandse speler, zo even. Ja. Frenkie de Jong, Messi en Van Dijk. Je hebt wel een hele goede smaak, Jim, moet ik eerlijk zeggen. En heb je ook nog broertjes of zusjes die voetballen? Ja, alleen een broer die voetbalt. Ook hier bij Sleewijk? Ja. In welk elftal? JO 15. Kijk eens, jullie zijn echt een sportieve familie, of niet? Ja. Dus dat vond je wel leuk. Ja, nou, maar vanmiddag hier een belangrijke wedstrijd. Want Sleewijk is erg goed begonnen, hè? Ja. 4 gespeeld, 10 punten. Ja, en Vuren is wat minder begonnen. Wat denk jij wat het vanmiddag gaat worden? 2-0 voor Sleewijk. Kijk, dat is een goede uitslag, zeg. Als dat wordt, heb jij een goede middag, of niet? Ja. Oké. Hey Jim, ik wil jou bedanken. Ik vond het ontzettend leuk dat jij mij te woord wou staan. En ik hoop dat jij een gezellige middag hebt. Dadelijk mag je mee warm lopen en de aftrap doen. Die filmen ook natuurlijk, hè? Ja. Dan kun je dat allemaal weer vanavond terugzien, oké? Ja. Hey, bedankt Jim. Ja. Ja.